Het is weer tijd om naar mijn tweede portfolio te kijken. Het portfolio waarin ik elke maand 250 euro investeer. En inmiddels ook alweer een behoorlijke cashpositie heb opgebouwd. Vorige maand hadden we daar ook al naar gekeken, heb ik een, een, ja, een aankoop gedaan. Maar deze maand natuurlijk opnieuw 250 euro gestort. Dus ja de cashpositie is nog steeds wel redelijk. Um, is dat misschien iets om dan naar de Reddit IPO te kijken? Is dat interessant om daar misschien wat geld te investeren? Dat gaan we zo meteen kijken. En natuurlijk ook naar het portfolio zelf. Om te zien hoe het portfolio zich ontwikkelt dit jaar. Dus laten we niet langer wachten en beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Passiefinkomen.nl. We gaan dus kijken naar mijn tweede portfolio. Het portfolio van 250 euro per maand. En zoals gezegd. Het eerste ding waar ik eigenlijk naar wil kijken is de Reddit IPO. Um, hij is al langere tijd in het nieuws. Hij zou daar aankomen. En waarschijnlijk is de beursgang dan ook daadwerkelijk uh, op de 21ste, 21 maart. Is dat misschien om iets, um, ja, is dat interessant voor mijn portfolio om daarin te investeren? Aan de ene kant, als we even uit gaan zoomen, zegt het eigenlijk al iets over het beursklimaat. We zien, uh, AI is weer helemaal hot, tech-aandelen zijn hot. Crypto is wel hot. Het geeft eigenlijk iets aan over de bereidheid van beleggers, zeker ook particuliere beleggers, denk ik. Want de afgelopen tijd hebben we eigenlijk behoorlijk wat IPO-plannen gehad, ook hier in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan CoolBlue of aan Bol.com. Bij Bol.com hebben ze vorig jaar al gezegd van ja, we stellen het uit omdat we wachten op betere beursomstandigheden. Uh, bij Coolblue hebben ze het uitgesteld. Geven ze niet direct een goede reden, maar dat is ook dat beursklimaat dat niet zo optimaal was. Um, want als een van de redenen zei ze, we hebben het personeel nog niet ingewerkt, wat investeerders te woord moet staan. En ten tweede de CFO die eigenlijk um, het plan leidde, die ging met zwangerschapsverlof. <laughs> Beetje raar excuus, want dat zie je ruim op tijd uh, aankomen. En aan de andere kant als jouw hele beursgang van één persoon afhangt. Is ook wel iets om, uh, om je zorgen over te maken zou ik zeggen. Maar het geeft denk ik voornamelijk aan dat afgelopen jaar koersen naar lange tijd eigenlijk uh, gedaald zijn. Tot aan het einde toen die AI hype eigenlijk begon. Dat het helemaal niet het klimaat was. Dat ze wachten tot er een beter beursklimaat is. Dat lijkt er nu dus te zijn en dat is ook heel belangrijk. Want IPO, uh, het Engelse woord voor beursgang of ja het afkorting voor beursgang. Staat voor Initial Public Offering. Oftewel de eerste keer. Dat aandelen in principe op de beurs verhandeld worden, aangeboden worden. Maar waar het ook bekend onder staat, onder beleggers, is de term It's probably overpriced. Oftewel, ja, je hebt tegenstrijdige ja, uh, belangen die van jou zijn tegenovergesteld van de beursgang... het bedrijf wil naar de beurs om geld op te halen... wil zoveel mogelijk geld ophalen... dat wil het bedrijf zelf... dat willen de bankiers die het bedrijf naar de beurs brengen... terwijl jij als belegger zijnde... een aandeel tegen een interessante prijs wilt kopen... zodat je ook goed rendement kunt maken... en vaak zul je zien dat bij een beursgang in ieder geval... deze twee ja, niet precies op elkaar zijn afgestemd... maar waarschijnlijk de hype heel groot is... waardoor je als je meteen instapt... vaak in ieder geval is het het geval... te veel betaald... Normaal zou ik dan het aandeel gaan bekijken via beleggertools.com, de website die ik heb gemaakt om aandelen te bekijken. Maar omdat het aandeel nog niet beursgenoteerd is, zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Dus stap ik over naar Seeking Alpha. En Seeking Alpha is de website die ik gebruik ten eerste voor het nieuws. Um en ook voor wat analisten eventueel verwachten, maar zeker ook voor analyses van andere beleggers en als we even op zoek gaan naar Reddit, dan zullen we zien dat zij in ieder geval alvast wel niet alle gegevens hebben, maar er zijn al wel gebruikers die analyses hebben gemaakt. Er zijn namelijk uh, gegevens beschikbaar voor de beursgang, want dat zijn ze verplicht te geven. En dan zien we op dit moment vier analyses. Twee daarvan hebben een hold-advies, oftewel houden, niks kopen, niks verkopen. Verkopen is ook lastig. Maar in ieder geval ook zeker niet kopen. En we zien het ook: het zijn twee analyses met maar twee of vier reacties. Dus dat is niet zoveel. Interessanter is dit, deze analyse met een buy-advies. Daar zien we 13 reacties. En een sell-advies-analyse met 18 reacties. Nou, laten we eerst even gaan kijken naar die van het sell-advies. En. Dan uh, zien we hier dat de Reddit-IPO de beursgang ongeveer 5 miljard is. Er gaan ook geruchten dat ze zo'n 6,5 miljard uh, gewaardeerd willen worden. Um, ze hebben een bepaald aantal aandelen wat ze beschikbaar stellen. En bankiers geven dan aan tegen welke koers het aantal verhandeld gaat worden. Wat we hier ook lezen is dat in ieder geval die waardering, of het nou 5 of 6,5 miljard is, in ieder geval weer een stuk lager is dan de 10 miljard die het had. In 2021, toen hebben ze geld opgehaald. Daarmee werd het bedrijf gewaardeerd op zo'n 10 miljard. Maar ze zeggen ook dat was een ander moment. Uh, daarop waren de rentes heel erg laag. En geld was dus in principe heel goedkoop. En dat zorgde ook voor waarschijnlijk een hogere waardering. Die periode, die hebben we in principe wel gehad. Het volgende onderdeel waren het... Deze wat negatievere analyse is dus over praat, is de return of the unprofitable IPO. En zoals gezegd, het belang van een IPO is vaak om zoveel mogelijk geld op te halen. En meestal is het zo dat dit niet meteen um, al winstgevende bedrijven zijn. Ze hebben wel omzet, ze hebben heel veel groei. Maar de winst zit er meestal aan te komen en hij haalt die hier ook aan. Denk aan eerdere um, IPO's uit de jaren 2020 of 20, 2021, zoals DoorDash, Robinhood, Coinbase. En Didi Global ken ik dan niet, maar in ieder geval Rivian wel. En voornamelijk Coinbase, dat heeft nu weer een behoorlijke opleving. Uh, dat is gedreven door crypto, maar op dat moment toen ze naar de beurs gingen, hebben we naderhand juist gezien dat de koers hard onderuit ging. Hetzelfde zien we gebeuren bij Rivian. Ging naar de beurs, hoge koersen, eerst wat stijging, naderhand juist, naderhand juist hard onderuit gegaan. En dat is denk ik ook het beeld wat we in principe vaak hebben bij IPO's. Uh, de meeste beursgangen zullen dat soort patronen laten zien, heel veel hype, um, ja, heel veel interesse, maar uiteindelijk gaan we na een tijdje, na een paar kwartalen nadenken van waarin heb ik geïnvesteerd, komen het opnieuw cijfers uit, valt de groei misschien tegen, zijn ze nog niet, steeds niet winstgevend en dan zul je vaak ook dat, um, ja die eerste beleggers, die interesse dan misschien uitstappen, verlies nemen en de koers vaak naar een Redelijker niveau teruggaat. Scrollen we verder, dan zien we wat grafieken. Dat zijn volgens mij grafieken die hij zelf heeft gemaakt. Dingen die hem opvallen. Het aantal gebruikers neemt toe. En dat is denk ik wel positief, want dat is namelijk een heel belangrijk onderdeel van het Reddit-platform. Reddit heeft eigenlijk um, ja, heel veel forums, zou je kunnen zien: forums met subforums. En dus gebruikers zijn heel erg belangrijk. Belangrijk voor het netwerkeffect. Hoe meer mensen gebruik maken van, uh, van Reddit, hoe aantrekkelijker het er is voor andere mensen, omdat er waarschijnlijk. Meer informatie te vinden is, meer discussies plaatsvinden. Dus dan maakt het ook interessanter om de website te bezoeken. En we zien eigenlijk al lange tijd dat eigenlijk de groei ieder kwartaal wel toeneemt. Er zijn een paar kwartalen geweest dat afnaam, hier nog een keertje. Soms ligt die bijna stil, maar juist het laatste kwartaal bijvoorbeeld van vorig jaar zien we een groei van meer dan 10%. Dus dat is goed. Wat we echter ook zien is dat niet alleen het aantal gebruikers toeneemt, maar ook de omzet groeit. En ook dat is natuurlijk belangrijk. En vaak gaat het wel hand in hand. Dat wil niet altijd zeggen dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Het kan ook zo zijn dat ze uh, heel veel kosten maken om gebruikers binnen te halen. Uh, en gebruikers misschien nog niet per se iets opleveren. Nou, dat is hier in ieder geval niet het geval. Reddit heeft ook een uh, annual revenue per user, zien we hier van zo'n 3,40 dollar. Dat is niet wat we bij Facebook zien, maar daar ligt het ook erg hoog met 13. Dollar. En dat is denk ik wereldwijd gezien. Want het Amerikaanse gebruiker is veel meer waard. Dan een Europese of Aziatische gebruiker, bijvoorbeeld. Maar het is in ieder geval ook al wel weer meer dan bij Snapchat. En ook al ik zou zeggen richting het dubbele wat we zien bij Pinterest. Wat betreft omzet per gebruiker. Dan kijkt deze analyse verder naar de groei die verwacht wordt. Aan de ene kant de advertentiemarkt. Een heel belangrijk onderdeel van de omzet van Reddit. Op dit moment komt volgens mij 98% van de omzet uit advertenties. Dus een heel belangrijk onderdeel. En de komende jaren wordt verwacht dat dit met 8% per jaar groeit. Als we verder kijken, de AI-markt, waar um, Reddit ook kan, van kan profiteren. Omdat ze juist laatst de deal hebben gemaakt met Google. Om data te verkopen, zodat Google of Microsoft. Dat die hun modellen kan trainen. Uh, daar zien we in ieder geval dat daar de groei van 20% per jaar verwacht wordt. En dan de user economy. Een ander ja, uh, onderdeel waar het bedrijf Reddit eventueel van kan profiteren. Omdat het een, een gebruikergedreven platform is. Dan zien we dat daar een groei verwacht wordt van zo'n 12%. Maar groei zegt niks, dat zeggen ze ook. Groei is, ja, als die niet uh, winstgevend is, dan is dat niet per se iets wat je helpt. Kan misschien zorgen dat je juist alleen maar meer kosten en dus een groter verlies maakt. Dat wordt in principe hier besproken. En als we dan iets verder naar beneden scrollen, dan komen we uiteindelijk aan bij wat risico's voor deze IPO. Uh, aan de ene kant, gebruikers lijken al... Niet blij te zijn met de IPO, omdat dit misschien ten koste gaat van de gebruikerservaring van Reddit. Dat zou kunnen. Een tweede punt is de low switching kost, het netwerkeffect. En dat denk ik inderdaad dat dat bij Reddit, dat hebben ze zelf ook aangegeven, zijn ze ook verplicht om dat te doen, dat veel. Ja, die overstap naar een ander platform veel makkelijker is dan bijvoorbeeld bij een platform als Instagram of Facebook denk ik tenminste, omdat je zult zien Reddit is in principe een platform waarbij je de andere gebruikers niet per se kent, terwijl juist platforms als Instagram of Facebook je juist connectie maakt met mensen die je wel kent. Dan is het vaak um, aan de ene kant wil je dan bij die groep horen omdat dat jouw vrienden en familie zijn. Uh, je zult ook niet zo snel daar vertrekken en iedereen blijft er toch op die manier gebruik van maken, omdat je op de hoogte blijft van elkaar. En dat is natuurlijk iets wat niet bij Reddit is. Uh, aan de andere kant hoeft dat ook niet per se zo te zijn. Uh, het hoeven geen vrienden of familie te zijn. Dat maakt het misschien juist wel interessant om op Reddit te zitten als je niet weet wie de andere is. Het gaat meestal juist om de input die ze geven, de informatie die ze delen. Maar het is in ieder geval een ander soort netwerkeffect dan andere social media platforms. Vervolgens zien we dat de kosten nog erg hoog zijn en dat heeft er voornamelijk mee te maken dat ja, ze hebben geen abonnementsmodel. Ze zijn volledig in principe ge gedreven door advertenties. Dat nu de kosten gewoon heel erg laag zijn, meer kosten dan dat er binnenkomt. Is ook wel aan de andere kant gedreven door een groot gedeelte research en development, wat nu 55% is. Op de lange termijn zal dat waarschijnlijk wel afnemen. Uh, wat ze verder zeggen, er is ook genoeg concurrentie. Um, het is denk ik alleen wel zo dat dit allemaal wel platformen zijn die in principe tijd van een gebruiker kunnen vragen. Je kunt, als je een uur per dag hebt, kun je maar ja, je uur 60 minuten besteden aan een bepaald aantal platforms, maar het zijn natuurlijk wel volledig andere platforms, zoals Reddit met die forums dat zien we eigenlijk niet echt ergens terugkomen, zoals bijvoorbeeld bij Snapchat, TikTok of bij Twitch. En vervolgens zien we hier een waardering en hij kijkt eigenlijk naar het moment hoe het nu is, dan gaat hij kijken naar de toekomst om te kijken. Wat voor marges maken ze dan en wat zou daar eventueel voor waardering bij horen? En hij komt tot de conclusie dat op dit moment de waardering veel, veel te hoog is. Dat um, hij gaat uit wat hij hier zegt. Dat waar ja, de waardering om die nu um, eerlijk te laten maken. Dan gaan ze uit van zo'n grote groei die hij niet ziet gebeuren in, de, in zijn analyse. Um, dan zou je bijvoorbeeld, zegt hij ook, 38% per jaar moeten groeien voor de komende 10 jaar in principe. Hij ziet dat niet gebeuren. Ik wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren, alleen hij vindt het zeer onwaarschijnlijk. Ik ga even terug naar die vorige. Dan gaan we juist naar degene die het positief inziet. Dan hebben we eigenlijk een tegenstander en een voorstander. Ik denk dat dat juist voornamelijk bij IPO's en eigenlijk bij alle aandelen wel heel belangrijk is om als jij voor bent juist de tegenargumenten te horen of andersom. Als we hier naar gaan kijken, dan zien we um, in principe. En dan komen hier bijvoorbeeld de plaatjes uit de filing van de SEC. Reddit is een community of communities driven by interest and passion. Dat is wat ik net al zei. Je kunt het niet zozeer vergelijken, vind ik, met andere platformen. Um, het is echt iets aparts. En het zorgt er ook voor dat er eigenlijk altijd wel een subforum is of een forum waar jouw interesse ligt, waar jouw passie ligt. En het zorgt er ook voor als er nieuwe trends komen, dat er nieuwe subforums voorkomen waar je op kunt abonneren, deel van kunt maken. Dat het altijd wel ja, zo zal blijven doorontwikkelen. Denk wel een belangrijk pluspunt. Als we verder gaan kijken, zien we in ieder geval eigenlijk hetzelfde verhaal. Dat is de groei van het aantal gebruikers. En ook het aantal actieve gebruikers zien we toenemen. En zelfs juist het afgelopen kwartaal, vierde kwartaal van 2023, juist harder toenemen dan eerdere kwartalen. Dus er lijkt een stijgende trend. Is waarschijnlijk ook het netwerkeffect. Zoals gezegd, als meer mensen er gebruik van maken, wordt het platform waarschijnlijk waardevoller. En dus interessanter voor andere gebruikers. Een nadeel kan trouwens wel nog zijn. Is dat ook gezegd werd dat een groot gedeelte van die nieuwe pageviews, die bezoekers, eh, niet ingelogd waren? En juist ingelogde gebruikers, die zijn belangrijk. Die blijven langer op de site, kunnen dus meer advertenties tegenkomen en zijn dus ook waardevoller, terwijl een groot gedeelte niet ingelogd wordt. Wel een belangrijk punt om op te merken. Scrollen we verder, dan gaan we wederom een sheet eigenlijk tegenkomen uit de filing. En daar zien we in principe drie onderdelen die belangrijk zijn: de user economy. Dat kan ook zijn dat ze. Eh, ja, e-commerce of zo daaraan toe gaan passen. Een tweede belangrijk deel is de data licensing, oftewel het verkopen van data. En dat is dus laatst gebeurd bij die deal die we hier zien uh, met Google. S Toch Google was het. 60 miljoen per jaar levert ze dat op. En alle data die op het platform staat, kan verkocht worden aan Google. Google kan die gebruiken om hun AI-modellen te trainen, omdat het eigenlijk ja, data vanuit gebruikers is. Is heel waardevol. Uh, is dus een nieuw verdienmodel voor een bedrijf zoals Reddit. En tenslotte, natuurlijk, advertising, advertenties, zoals gezegd, nu veruit het grootste. Zo'n 98% geloof ik van de omzet die daar vandaan komt. Uh, dan zegt hij juist het negatieve van de afgelopen 20 jaar: waren ze niet winstgevend, maar dat wil niet per se iets zeggen voor de toekomst. Ik denk dat hij daar wel een punt heeft. En wat hij juist opmerkt, is wat we zo straks ook al zagen, is dat juist het gedeelte van research en development nu meer dan 50% is van de omzet die binnenkomt. Terwijl bij de meeste bedrijven op de lange termijn... dit zo 10 tot 15% is. Oftewel, dat kan enorm dalen. Als dat gaat dalen, zien we juist... Ja, zou het bedrijf juist wel winstgevend worden. En dat is ook een iets wat ze invloed op hebben. Je hebt invloed op je uitgaven van research en development. Dat is dus een moment of een manier om te kijken... hoe het bedrijf in de komende jaren winstgevend kan worden. Ander punt wat hij aanhaalt, is dat de gebruikers... Uh, de Amerikaanse gebruiker bijvoorbeeld zo'n 5,5 dollar waard zijn. Uh, andere landen, de rest van de wereld is dat maar 1 dollar uh, 34 per gebruiker. En dat is eigenlijk wat we ook zien bij Facebook. Amerikaanse gebruikers zijn het meest waard, gevolgd door Europese, Aziatische en de rest van de wereld. En als dit zich doorontwikkelt, wil dat ook zeggen dat we misschien deze uiteindelijk naar de 10 dollar gaan en dat deze dan ook verdubbelen, zodat eigenlijk de uh, omzet per gebruiker. Toe gaat nemen. Kijken we dan verder. Dan komen we aan bij de waardering. En hij zegt dat hij wel die waardering van 6,6 miljard uh, waard zou kunnen zijn. Hij haalt daar verschillende dingen bij aan voor de toekomst. Hij gaat uit van 10,5% gewenst rendement. Zodat je terug kunt rekenen, want hij maakt gebruik van een DCF-calculatie Discounted cashflow, cashflows van de toekomst terugrekenen naar wat ze op dit moment waard zijn. Want je zou eventueel op dit moment willen investeren. Hij gaat uit van die lagere R&D kosten, resource en development kosten. Um, en hij ziet uiteindelijk de marges toenemen. Dan zien wij hier zijn, um, zijn waardering tot stand komen. En dat zou betekenen dat hij zegt het aandeel zou best wel eens interessant geprijsd kunnen zijn. Als het inderdaad voor die koers waarop ze zeggen van deze waardering naar de beurs gaat. Ook hij haalt natuurlijk weer enkele risico's aan. Want tot nu toe was het positief. Je moet ook zeker um, denken over het risico. En een van de risico's die hij ook aanhaalt, zagen we eigenlijk ook trouwens in het vorige analyse, de negatieve, is het aantal uh, moderators. Dat is niet betaald, is wel heel belangrijk voor het platform, want het houdt het platform, zeg maar, schoon, netjes. Um, en als, ja, daar zijn ze van afhankelijk. Terwijl het zijn geen personeelsleden, zoals misschien bij Meta of Facebook, wel het geval is die juist de controle houden over het platform. Dus dat is een belangrijk punt. En verder zien we eigenlijk dezelfde risico's die we ook terug zagen komen in de andere analyse. Dus als we dan kijken naar de analyses, zou ik zeggen dat de negatieve heel negatief is, de positieve misschien iets te positief. Dan zou je eigenlijk een beetje tussenin moeten gaan zitten. Het is denk ik ook lastig om dit zelf te berekenen, omdat er nog niet zoveel data beschikbaar is. En dat is ook voor mij de conclusie om eigenlijk niet meteen te investeren in het bedrijf. Er is nog niet genoeg data. Dat is eigenlijk altijd zo bij een IPO. Zodra ze eenmaal beursgenoteerd zijn, zijn ze verplicht om ieder kwartaal, dus kwartaalcijfers bekend te maken. Dan komen de eerste gegevens op gang. Dan maakt het je makkelijker om een analyse te maken. En een betere inschatting te maken van het bedrijf. Voldoen ze ook aan de verwachtingen die ze hadden bij de beursgang bijvoorbeeld. Dus misschien is het al een interessant aandeel. Maar in ieder geval niet op dit moment, zodra het volgende week dus naar de beurs gaat. Voor mij is het nu nog een te groot verkooppraatje, zou ik willen zeggen. Een beursgang, it's probably overpriced. Ze willen. Zoveel mogelijk geld ophalen, en dat is juist tegenovergesteld van mijn belang om op een goede prijs in te stappen. Maar laat ook weten wat jij vindt van een beursgang in het algemeen of van specifiek Reddit. Heb je interesse? Heb je het aandeel onderzocht? Of de, het bedrijf onderzocht, de cijfers onderzocht? Laat het weten in de reacties onder deze video. Laten we dan overstappen naar mijn portfolio bij de Giro. Bijna op zoek naar een broker. Kijk dan ook zeker naar de Giro. De Giro is de broker die ik gebruik voor beide van mijn portfolios. En een affiliate link vind je ook onder deze video terug. Daarmee maak ik ook gebruik van de actie die ze op dit moment hebben. Als we zijn ingelogd, zien we hier mijn portefeuille portfolio, portfolio zo'n 11.000, laten we zeggen 700 euro waard. Ik heb mijn 250 euro van deze maand al gestort. En dat betekent dat er nu weer bijna 1100 euro in de vrije ruimte staat, die ik nog kan investeren. En het portfolio zelf zo'n 2200 euro in de plus staat. Kijken naar de aandelen, naar de posities. Zien we nog een klein minnetje bij 3M. Een wat groter minnetje bij Alibaba. De rest doet het eigenlijk wel goed, behalve inmode. Uh, inmode is wat negatief op dit moment, en ook Alibaba, Maar dat zijn ook juist de momenten waarom ik investeer omdat de rest van de markt uh, tegenzit. Ik denk dat de waardering op de lange termijn wel interessant kan zijn, juist. Uh, wat doet het erg goed? Dat is natuurlijk Coinbase zien we hier met 73% in de plus. Of Qualcomm met zo'n 53% in de plus. Qualcomm is trouwens wel een aandeel dat ik afgelopen week ook uh, besproken heb op het kanaal van Belegger Tools. Het aandeel nogmaals bekeken heb en mogelijk een aandeel kan zijn waar ik winst ga nemen of de positie helemaal ga sluiten. Ben er echt niet over uit. Kijken we verder naar de ETF's dan zien we dat de AIX nog in de plus staat. Crypto en blockchain ETF nog een klein beetje in de min, maar ik denk nog steeds dat uh, de interesse in crypto weer net op gang is gekomen. Dat dat zeker nog maanden gaat duren en deze dan wel zeker in de plus gaat komen. De semiconductor ETF staat 100% in de plus, oftewel verdubbeld. Nog niet het moment om te verkopen, maar ook wel rekening houdend met de AI-interesse, hype, bubbel. Uh, komt er misschien waarschijnlijk dit jaar wel een moment dat ik hem wel ga verkopen of in ieder geval winst ga nemen? En dan de Cloud Computing ETF staat nog zo'n 36% in de min. Maar stappen we dan even over naar de Portfolio Dividend Tracker. Om juist een veel beter overzicht te krijgen van mijn portfolio. En vooral ook de ontwikkeling van mijn portfolio. Dan zien we dus hier dezelfde bedragen. En dan sta ik zo'n 9,2% in de plus dit jaar. Als we gaan kijken het portfolio gewicht. Daar is het op geselecteerd. Is Coinbase nu de grootste positie? Um, Rollijke winst. 72%. En ik denk nog dat die verder gaat stijgen. Gevolgd door Visa. Ook al 20% in de plus. Een positie, zoals hier ook een buy and hold. Die ik wel eigenlijk van plan ben om wat langer te houden. Af en toe bij te kopen op interessante momenten. Maar op dit moment denk ik dat het niet interessant gewaardeerd is. En Alibaba is ondanks de daling nog altijd de derde positie die ik hier heb. Cash is dus zo'n 1100 euro, zien we hier. Dan laten we ook even gaan kijken naar de prestaties van dit jaar. Tot en met nu zo'n 9,2%. En ik neem deze video op op donderdagmiddag. De beurs gaat zo meteen open. Vergelijken we het met MSCI All World, een breed gespreide ETF van zo'n 7,8%. Loop ik inmiddels dus weer zo'n 1,4% voor. Dat is anders dan een maand geleden. Um, toen waren we ergens, denk halverwege februari, ik weet het niet meer precies. In ieder geval toen lag het uh, de ETF eigenlijk voor op mij. Nu zien we eigenlijk vanaf ja, begin deze maand, een week geleden, is mijn portfolio weer, uh, ja, heeft die ETF ingehaald. En zo zie je ook maar, vorige keer kreeg ik ook video's en zei ik zelf ook trouwens van, zo zie je maar, tot nu toe heeft het geen zin gehad. Had ik beter in een ETF kunnen investeren, maar dat is altijd een momentopname. Nu zien we juist een maand later, is het weer omgedraaid? Is het inderdaad toch interessanter geweest om zelf mijn aandelen te kiezen? Kijken we even naar beneden, dan zien we um, hoeveel het aandeel dit jaar is gestegen, maar ook wat het. Bijdrage is geweest aan mijn portfolio, dan zien we drie aandelen die een klein beetje voor een daling zorgen: Inmode, 3M en Skyworks Solutions. Die aandelen staan zo'n paar procent in de min, maar het zijn geen grote posities in mijn portfolio, dus maar een 0, zoveel procent omlaag. Terwijl juist de wat grotere posities die ik heb ook voor de grootste stijging hebben gezorgd. Dus zie je wel de verhouding tussen aandelen die veel hebben gestegen, of eigenlijk maar een paar aandelen die maar een klein beetje zijn gedaald. En kijken we tenslotte naar de acties. De acties sinds de vorige keer. Vorige video heb ik hier het geld gestort. De aandelen van PayPal gekocht, de positie uitgebreid. En het enige wat er in principe nog is geweest, zijn er wat kosten gemaakt. En verder is dividend ontvangen voor Visa. Het is maar een paar euro. Silicon Motion, ook weer een paar euro. SkyWorks Solutions, en 3 m En ook voor de AX ETF. Dus daar heb ik niks voor moeten doen. Ik investeer niet per se vanwege het dividend. Maar het is toch wel leuk dat we op deze manier. Um, als we even gaan kijken, ontvangen dividend. Dit jaar toch al zo'n 32, 33 euro hebben ontvangen. En dan deze maand zo'n 15, 16. Dus altijd mooi meegenomen. En kijken we dan naar een conclusie voor deze video. Is dat aan de ene kant we begonnen met de Reddit IPO. Misschien een interessant aandeel, maar ik ga niet investeren tijdens de beursgang. Te weinig data, waarschijnlijk overgewaardeerd. In ieder geval een moment om af te wachten voordat ik iets ga doen. Kijken naar mijn portfolio, dan zien we dat het portfolio zich goed heeft hersteld de laatste maand. Het is, loopt in ieder geval weer voor op de ETF. En dat is het idee van mijn portfolio, dat ik natuurlijk losse aandelen kies om op de lange termijn een beter rendement te halen dan een ETF. Tot nu toe is dat in ieder geval weer gelukt. Kijken naar mijn cashpositie, dan zou ik daar graag een aandeel van kopen. Ik heb wel weer ingelegd deze maand, maar nog niets gekocht. Misschien dat ik binnenkort een aandeel ga verkopen zoals Qualcomm. Misschien dat ik een aandeel ga kopen, dat, of tenminste, een positie uitbreidt En dat zou dan 3M zijn. Um, het lijkt er nog steeds een beetje op dat het nu ondergewaardeerd zou kunnen zijn, zijn hebben wat tegengeslagen gehad. Analistenverwachtingen zijn in ieder geval weer dat we richting de 9 of 10 dollar gaan de komende jaren, wat betreft winst per aandeel. En de linslaan geeft dan ook aan dat het mogelijk dan juist dus nu ondergewaardeerd zou kunnen zijn. En ik ben verder altijd nog op zoek naar aandelen die mogelijk wel interessant zijn, maar ja, beurzen stijgen hard. Aandelen, tech aandelen die ik interessant vind, nog veel harder dus echt aandelen vinden die laag geprijsd zijn of laag geprijsd zijn maar dan nog steeds interessant zijn. Dat is heel erg moeilijk, dus misschien ga ik er volgende maand een vinden. Of laat een aandeel weten als jij er eentje denkt te hebben die interessant kan zijn. Laat het weten via de reacties onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, zoals deze? nog niet geabonneerd op het kanaal, vergeet dan niet om te abonneren. Wil ik jou nogmaals bedanken voor het kijken. Een fijn weekend wensen en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.